We rijden naar de gemeente Etten-Leur, een gemeente die pas in 1968 zo werd genoemd nadat twee dorpen, Etten en Leur, aan elkaar waren gegroeid. Etten-Leur is de gemeente waar Vincent van Gogh, na mislukt te zijn als kunstverkoper, onderwijzer en prediker, zich voor het eerst als kunstschilder liet inschrijven in het bevolkingsregister. In Etten-Leur ontmoeten we vandaag Jacques, een bekende Etten-Leurenaar. Iedereen kent Jacques van zijn sfeervolle bruine café De Klomp en zijn maatschappelijke betrokkenheid in Etten-Leur. Hij is een maatschappelijke verbinder. Niemand kent echter de andere kant van Jacques. Een man die veel heeft meegemaakt in zijn leven en over een bepaalde gave beschikt. Een gave waarin veel mensen willen geloven dat ze bestaat, maar waar veel mensen vragen over hebben of het wel werkelijk bestaat. Maar Jacques gelooft erin. Naast zijn werk in de kroeg heeft hij een praktijk als medium waar hij mensen in contact brengt, verbindt met een andere wereld. We ontmoeten Jacques onder de moeierboom. Goed oefenen hier op Bankske, ja. Toch? Ja, ja, dat is, ja. Geweldig, hè? Ja. Dat is een beetje het middelpunt van Etten-Leur, hè? De moeierboom, hier wordt alles besproken. Hè? Ja, ja. Wat voor boom is dit nu eigenlijk? Ja, dat is de moeierboom. Die staat er al sinds 1672 of weet ik wat. En dat is een beetje het middelpunt van Etten-Leur. En hier ontmoeten de mensen elkaar. En daar is ook eigenlijk een idee ontstaan hier. Hè? Ik heb een keer een man uit Etten-Leur, die was gepensioneerd. En ik denk, wat zal ik hem nou geven? En ik denk van, nou, die heeft altijd zijn werkzaamheden rond de moeierboom gedaan. Ik geef hem een zilver moeierboomspeltje. Nou, en dat speltje, dat is eigenlijk een eerbetoon aan mensen die verbindingen leggen met elkaar en die voor elkaar zorgen hier in Etten-Leur. Eigenlijk is hetzelfde als een ridderorde, maar dan een plaatselijke prijs. Ja, nee, want ik zag in een artikel van het BN De Stem en dat jij zelfs het gouden speldje hebt verdiend. Ja, inderdaad. In 2017 zat ik natuurlijk ook al in de commissie en waren we andere mensen aan het huldigen. En toen was het afgelopen en toen ineens begon het weer. En begon er een stem, zeg maar, in één keer te spreken tegen mij dat ik dat speldje kreeg. Ja, de tranen liepen over mijn wangen. Ik heb natuurlijk, mag ook al ridder in de orde van Oranje Nassau. Maar dit is plaatselijk, is ook heel bekend. Dus waardering van de plaatselijke bevolking voor de dingen die je gedaan hebt in die loopbaan. Ja, ik begreep dat er voor jouw café ook een lijst hangt met alle winnaars van het moeierboomspeltje. Ja, inderdaad. Zullen we eens gaan kijken? Zullen we eens gaan kijken? Is goed. Ja, okay. Goh, Jacques, ik zie inderdaad hier het bordje. Je staat inderdaad in het geel aangegeven. Ja, inderdaad. Dat klopt. Ik heb dat gouden speldje verdiend omdat ik meerdere dingen heb mogen organiseren voor Etten-Leur, waar we gezamenlijk allemaal iets aan hebben. Ik begreep, Jacques, ik zie hier nou die stoeptegels, maar jij hebt ook elk jaar een ritueel van de nieuwjaarsduik. Ja, dat is helemaal geweldig, hè? Dan gaan we om 2 uur open. 'S Morgens zijn we al om 10:30 met diverse mensen bezig om hier een bad te vullen met water. En dan om 3 uur, dan springt er iedereen in. En dat is ooit in 2000 ontstaan door wat klanten hier zo. In 2000, dus dat doe je al 20 jaar? Dat doen we al 20 jaar, we houden alles lang vol. Etten-Leur, we houden natuurlijk van tradities en daar komen heel veel mensen op af. Daarna gaan we de nieuwjaarsveiling doen. En die veiling die is dan weer voor ons India-project, waar we hier ook allemaal gezamenlijk hebben met de klanten samen. Ja. Ik begreep ook dat jij jaren een smartlappenfestival hebt georganiseerd. Smartlappenfestival, dat is eigenlijk begonnen doordat we met de HCL, heette dat toen, dat zijn de gezamenlijke kasteleins, overal een smartlappenband neerzetten. Van de Nou, dat is eigenlijk echt uitgegroeid tot een van de grootste smartlappenfestivals in Nederland. Maar het heeft 17 of 18 jaar bestaan. En hoe komt het dat het er ziel is? Ja, dat komt ook omdat het, de economische tijden werden ook wel moeilijker. En het was heel erg gebaseerd op het feit dat het ook gratis was natuurlijk. En ja, dat is tegenwoordig niet meer, de tijden zijn veranderd. Maar dat is wel een hele grote gebeurtenis. Er zijn alle bekende Nederlandse smartlappenmensen, Corrie Konings, Inca Marina. Ze zijn er allemaal geweest en het heeft in een goede tijd nou toch wel zeker tussen de 7.000 en de 10.000 mensen getrokken.
je bent nog erg bekend hier in Etten-Leur. En dan met name rondom de carnaval, het Mamie-spektakel. Hoe is dat ontstaan? Ja, ik zit hier vanaf 1982 en ik heb hier nog... Je zou natuurlijk in het Stuiloerenrijk, waar we allemaal heel erg trots op zijn. En toen constateerde ik dat er eigenlijk alleen maar de optocht was. En dan gingen de mensen weer naar huis, s'avonds na de optocht. Want die moesten de andere dag weer werken. Nou, en op een zeker moment, kunnen we niet iets wel of niet? Nou, toen was ik in de zomer van de jaren 80 in Breda. Toen zag ik een accordeonist met een aantal studenten. En die liepen in Polonaise achter hem. En toen werd het in mijn hoofd groot. En ik zeg toen tegen mijn toenmalige vrouw, dat gaan we gewoon met 5000 man doen. Ah, je bent gek, zei ze. Nou, op een zeker moment kom ik de voorzitter van de Stuiloeren tegen. En toen is het idee gestalte gegeven. En toen hebben we dat ook gedaan. En ja, dat was eigenlijk gelijk van 0 mensen naar gelijk 3361 mensen. En nog een heel hoop mensen die erbij waren. Nou, en toen werd iedereen zo enthousiast. En dan gaan we meer doen. Nou, het jaar erop, toen hebben we het wereldrecord stoelendansen met z'n allen. In het Guinness Book of Records. In Noord-Brabant hielden ze vanmiddag de grootste stoelendans ter wereld. 6.003 stoelen stonden er klaar voor 6.200 deelnemers. En dat betekende wel een wereldrecord. Want tot nu toe zijn ze op de wereld nooit verder gekomen dan 5.151 stoelen. En dat was in Amerika. En toen waren er op een zeker moment 17.000 mensen op de markt. Nou, dat was onvoorstelbaar. En ze kwamen eigenlijk ze uit heel het land. Goeie Jacques, en ik heb ook de indruk dat binnen jouw heel sfeervolle café ook mensen elkaar ook ontmoeten. Hè? Ja, dat is zeker. Dat is, zullen we eens gaan kijken? De sociale plek. Oh, wat een prachtig café hebben jullie hier, zeg. Fantastisch. Hoe lang zit jij hier al samen met Jacques in het café? Ik ben 16 jaar. Goh, Jacques, ik begreep dat jij 24 jaar was toen je hier begon met deze prachtige café. Is het dan eigenlijk dat je begonnen bent omdat je zo graag een café wilde of vanwege de muziek? Ja, eigenlijk was dat al van het begin af aan. Natuurlijk, het café vond ik ook altijd leuk. Ik kwam zelf ook uit heel veel in het café, maar ook hier. En ik was al de hele tijd op zoek naar een café, maar ik wou wel van begin af aan een muziekcafé. En dat is eigenlijk de passie. En die passie, ja, die heb ik gewoon overerfelijk van mijn vader, die vroeger op de duivenkooi zijn plaatjes draaide. Twee dingen heb ik van mijn vader, dat is de muziek, maar ook het niet-materialistische. Maar dat stukje van de muziek, want ik zie daar een hele leuke hoes staan, hè? Ja, dat is Meisjes en Matrozen, die draait niet tot in den treuren. En zo ben ik eigenlijk daar een beetje mee grootgebracht. Ja. Hey, en als ik dit café zie, hè, is het nu een rockcafé of is het nou veel meer een smartlappencafé? Wat voor café is het? Ja, eigenlijk kun je het niet onder een noemer zetten, hè. Mijn slogan is, uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van God. Dus dat betekent dat ik zie dat iedereen hetzelfde is. En of jij nou een rocker bent of een advocaat, iedereen is gelijk. En niemand wordt op huidskleur, geloof of haar of wat dan ook beoordeeld. Hey, en verder had ik ook iets gelezen van jou, dat in relatie tot het anti-rockbeleid, dat je hier zelfs een hoge pief in je café hebt gehad, omdat je zo tegen dat anti-rockbeleid was. Ja, dat is de minister van Volksgezondheid toen. Meen je niet? Die kwam zelf naar me toe, ook omdat ik er landelijk nogal behoorlijk tegenaan getrapt heb op een of andere manier. Kijk, ook omdat de ouderwetse kastelein die heeft sigaren en sigaretten rondom gehad op een of andere manier en de toog vol met mensen. Nou ja, goed, als er dan niet meer binnen gerookt mag worden, dat houdt dan in dat die mensen allemaal naar buiten gaan en dat eigenlijk ook een stukje gezelligheid
gezelligheid weg is natuurlijk. Want ik bedoel, als ik de asbakken van tafel haal, ja, dan lopen mijn klanten weg. Want ik heb een heel klein café. En dat betekent dat ik geen rookruimte heb. En dat de mensen, als ze willen roken, buiten moeten roken. Dat is te koud. En in andere gevallen gaan ze naar een café waar een rookruimte is. Dus dat betekent dat je leeg loopt. En is dat uitgekomen? Is ja, het... er zijn een paar duizend cafés minder doorgekomen. Goh, ik zie hier heel veel hoekjes en kantjes. Hè. Ik denk dat er elk hoekje wel iets van geschiedenis in zich heeft. Ja. Ik zou het heel fijn vinden om eens rondgeleid te worden. Dan gaan we samen rondkijken. Ik zie hier Armand hangen. En wat mij altijd zo gepuzzeld heeft van deze protestzanger, is dat hij zo'n knalrood haar heeft. Ja, inderdaad. Ja. Hij had een enorme volle bos haar en dat, ja, dat bewerkte niet met henna. Kijk, hij sluit ook heel erg aan op het niet-materialistisch denken en de vrijheid. Een vrijheidsbroeder bij uitstek is natuurlijk een hippie. Bij de hippies hebben jullie de vrijheid gegeven, dat staat er ook. Kijk, en dat is eigenlijk ook wel een beetje de instelling van de mensen die hier zo komen. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje vrijheidsdieren. Ik verwonder me over de naam De Klomp. Hè. Waar komt die vandaan? En ik zie zoveel klompjes hangen. De naam De Klomp, die heeft de oude eigenaar. Die was lid van de Stijloren. En op dat jaar dat hij dit café begon, toen was het motto van Etteleur, Etteleur op klompen. Nou, dat liep gelijk. Eigenlijk met de opening van dit café. Ik dacht dat het in 75, 76 was. Ja, mooi. Ja. En ik begreep ook dat jij ook nu gedurende de lockdown, is een vervelende periode geweest voor alle uitbaters, hè, overal in Nederland. Hè. Maar jij hebt muziekmarathons gedaan? Ik en mijn vriendin Alice liepen eigenlijk al een beetje verveeld rond. Maar we zijn altijd gewend hier naartoe te gaan, altijd een feestje te maken. En toen moesten we in één keer vorig jaar 16 maart dicht en ja, toen zijn we een beetje aan het vogelen gegaan met ja, livestreams eigenlijk zo. Hè. Dus toen hebben we eigenlijk de mensen verbonden via de telefoon. Dus ik ben daar gaan staan, Ellis heeft het opgenomen en zo ja, kwamen eigenlijk ja, op de livestream allerlei mensen die elkaar daar ook weer zagen en al die soort dingen weer. En in die livestreams hebben we met de mensen in Etteleur ja, twee keer geld opgehaald voor de voedselbank en één keer voor de verpleeghuizen en de bejaardenhuizen. Dus we hebben toch door die livestreams 15.000 euro ongeveer weer met z'n allen opgehaald en weer terug naar de gemeenschap gegeven. Dus dat is eigenlijk steeds de cirkel die hier zo binnen bestaat, zeg maar. Jacques, achter de toog zie ik heel veel verschillende foto's. Dat zijn gedachtenprentjes van mensen die hier heel vaak zijn gekomen, gast zijn geweest, kort of lang. En uiteindelijk is er ja, via mij toch een bepaalde verbinding. En als iemand dat bidprentje, dan zeg ik, ik zal het in het tabernakel. Okay. Dat is een beetje een christelijke uitdrukking, hè, zeg maar. Ja. Hey, ik zie ook wel dat je een heel bijzonder toilet hebt, hè? Ja. Jacques, wie heeft dat hier zo prachtig geschilderd? Zowel de muren als het plafond. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft een goede vriend van mij, Niels Matteau, gedaan hier ook uit Etteleur. Daar is hij toch al een paar jaar mee bezig geweest. Iedere keer als hij tijd heeft, dan ging hij aan een bepaald schilderij werken. En je ziet, heeft het van enorme kwaliteit ook hier, de plafonds. We staan helemaal voorgeschilderd met prachtige beelden van ja, vooral muziekgerelateerde mensen. Waarom hangt Gandhi daartussen? Gandhi, ja, dat is natuurlijk mijn link met India. Met dezelfde schilder, dat is een mooi verhaal, ben ik ook voor de eerste keer in India geweest in 2003. En dat is mijn verbinding met India, is Gandhi. Dat is eigenlijk ja, een beetje mijn held. Maar gewoon zijn denkbeelden, uiteindelijk zijn allemaal kinderen van God. Dus hij beoordeelde alles als een soort gelijkwaardigheid in het leven. En dat is ja, een enorm spirituele man natuurlijk geweest die ook India veranderd heeft. Welke betekenis hebben die tegeltjes? Die tegeltjes hebben, dat zijn ook allemaal mensen die hier komen. Die hebben mij gesteund voor mijn project. Die hebben iedere keer toen 10 gulden of 10 euro gegeven. En dan kwam jouw naam op dat tegeltje. Dat is de creativiteit die alle Etteleurenaar hebben. Dat verzin ik niet eens, dat verzinnen ze zelf. Dus dat betekent dat er ja, een hele goede energie hier hangt, waar mensen voor elkaar zijn en elkaar helpen.
en die hulp aanbieden om een groot probleem in een ander land op te lossen. Na het zien van het betekenisvolle interieur van de klomp ben ik nieuwsgierig geworden naar Jacques als persoon. Niet als uitbater van de klomp, maar als man. Ik nodig hem uit om samen met mij naar de plek te wandelen waar het voor Jacques, hier in Etten-Leur, allemaal is begonnen. Waar ben jij geboren? Uit wat voor gezin kwam jij? Met hoeveel waren jullie? Ik kom uit Gilserijen en ik kom uit een gezin van drie kinderen. Vader en moeder en drie kinderen. Waar al heel vroeg het noodlot toesloeg doordat mijn vader met zijn 15 jaar, toen ik 15 jaar was, alles overleden. Mijn moeder is een aantal jaren daarna overleden, eigenlijk allebei aan de gevreesde ziekte. Dus toen ben ik eigenlijk mijn eigen weg gegaan, zeg maar, vanaf mijn 16 jaar. Mm-hmm. Was dat ook een beetje een vlucht uit Gielse, of niet? Ja, toen zat ik even in moeilijkere omstandigheden en toen heb ik natuurlijk gesolliciteerd in de verpleging. En toen liep dat eigenlijk vanzelf dat ik hier terecht kwam. En hier bedoel je dan echt, je werd afgezet? Ja, eigenlijk gewoon iets verder, 200 meter verder. En dat was het zusterhuis van het Elisabethhuis. En je hebt ook als broeder gewerkt? Ik heb als broeder gewerkt. En waar heb je dan als broeder gewerkt? Hier in het Elisabethhuis op de Bernhardlaan. En daarna ben ik in Sancta Maria in Zevenbergen ben ik gaan werken. En de laatste jaren in het huis Ruiterbos in Breda, waar ik een hele mooie baan had. En daar heb ik tot mijn 26 jaar gewerkt. En toen ben ik dus het café begonnen. Als je 26 jaar bent, dan ben je ook in de bloei van je leven. Dus ik heb nog een aantal jaren gewoon doorgefeest natuurlijk. Maar ook veel te veel gedronken en veel te veel aangepast. En toen is er een break in mijn leven gekomen met 40 jaar, weet je wel. Toen je 40 werd? Echtscheiding en losgekomen van alles. En toen is eigenlijk het leven totaal veranderd. Je zegt van toen is die aanpassing weggegaan, zeg je dan van goh, ik heb eigenlijk een leven geleid waarbij ik mezelf een beetje opsloot. Ja. Waardoor ik meer ben gaan drinken, is dat ook? Ja, dat denk ik wel. En vooral ook omdat ik gevoelens wegdronk. Wegdronk. Dat is het punt. Ik kan mijn eigen niet aanpassen. Ik moet mijn eigen pad kunnen gaan. Je noemde net je partner, hè? We hebben Alice al mogen ontmoeten in het café. Wat is dat nu precies tussen jullie twee? Hè? Wat maakt het dat jullie partners zijn? We kennen natuurlijk elkaar al heel lang, maar we doen ook samen heel veel dingen. Alice is ook in het paranormale geïnteresseerd. Wat maakt haar zo bijzonder voor jou? Ja, zij laat mij diegene zijn die ik wil zijn, maar dat is andersom ook zo. En daardoor ontstaat er eigenlijk een soort hele diepe liefde voor haar. En dat is, vanuit die liefde die je voor elkaar voelt, zijn andere dingen weer verder gebouwd. Snap je wel? Dus dat betekent dat dat ook nog een kers op de taart is. Dat je dan samen met in India en allerlei andere dingen ook elkaar aanvoelt. Maar de basis is natuurlijk wel de liefde. We komen in zijn woning die hij samen met partner Alice sfeervol heeft ingericht. In zijn spreekkamer hangen verschillende prenten die zijn bewogen leven illustreert. De spreekkamer van Jacques als medium ademt vooral veel rust uit. We hebben het net gehad over dat hele belangrijke keerpunt in je leven, Jacques. En dat je veel meer bent durven stil te staan bij de man die je bent. Ja. En je voelde dus dat je wat hoger sensitief was. Hoe gebruik jij die gaven in relatie tot andere mensen? Die gebruik ik in de vorm van een reading. Dus mensen komen hier, die hoeven niet te vertellen waarvan ze komen. Dus ik krijg dingen door en ik voel, zie en hoor. En dat is wat ik kan vertellen aan de hand van wat daardoor buitenzintuigelijk binnenkomt. Dat is normaal gesproken, zien wij met de ogen, we luisteren en wat dan ook. Maar dan komen ook informatie die buitenzintuigelijk binnenkomt. Kijk, en dat is er net naast af. En dat zijn nou juist de dingen die belangrijk zijn. Wat vinden mensen dan bij jou als jij een reading geeft? Wij hebben als mensen heel vaak dat wij veel te veel in ons hoofd leven en dingen bedenken, terwijl er niks te bedenken is. Kijk, dat is hetzelfde dan met die coronacrisis. Wij zijn allemaal aan het bedenken hoe dat opgelost moet worden. Er is niks te bedenken. Dat staat vast hoe dat gebeurt. En dan zit er geen denken meer tussen.
maar veel meer voelen. Kijk, en als je meer voelt, dan kom je veel beter bij de waarheid terecht. Maar dan ben je niet een soort medium, maar dan ben je een soort van gids voor die mensen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, een soort gids. Het medium is dat je buitenzintuigelijk allerlei dingen doorkrijgt. En dan breng je eigenlijk als begeleider hun terug op je pad. En dat leidt dan heel vaak tot levensveranderingen of wat dan ook. Bijna al die mensen die hier zo komen, die zitten helemaal vast. Er gaan soms mensen zitten en dan raak ik maar iets aan en dan zeg ik wat is je pijn? En dan beginnen ze al te huilen en op dat moment gaat het dan een heel stuk beter. En dat gaat allemaal vanuit je eigen hart en vanuit je eigen gevoel. En uit vanuit je eigen gaven in feite. Ja, zeker. En is daar een opleiding voor? Ik ben in eind jaren 90 in Breda bij het PPC en die heeft mij verder ontwikkeld. Ja. Die heeft mij zo ver gebracht dat ik mijn gaven mocht gebruiken en ook verantwoord kon gebruiken. Zeg maar. En hoeveel mensen zie jij zoal op een week? Op een week gemiddeld 8, 9 mensen. Dan enerzijds ben je dus dat medium, maar anderzijds ben je ook cafébaas. Ja. Hoe zie jij je toekomst nu? We hebben natuurlijk net ook al in het café rondgekeken. Kijk, daar is ook dat je eigen identiteit er wel in moet kunnen blijven. Die identiteit wordt een heel stuk minder door de wet en regelgeving. Hè. En dat is nou ook de problemen waar we zitten, weinig mensen binnen kunnen laten. Maar vooral het niet meer kunnen doen zoals jij dat wilt, met de mensen de vrijheid te geven, de ruimte om te genieten van elkaar. Nou, dat zijn dingen die heel erg tegen de borst stuiten. Dus dat betekent, uiteindelijk is dat mijn pad geweest, maar dat moet ik wel kunnen doen zoals ik dat zelf wil. Betekent dat dan concreet dat je zit te overwegen om te stoppen met de kroeg? Nee, het stoppen. Dat is als het pad eindigt. Voel je dan aan wanneer voel ik dan wel. Maar op dit moment zijn we nog gewoon aan het doorwerken met de nodige obstakels. Maar dat kan als het te ver situatie mij van mezelf afbrengt. Ja, dan is het moeilijk om daar nog mee door te gaan. Ook omdat je dat met bepaalde principes altijd gedaan hebt natuurlijk. Waar gaat jouw grootste passie naar uit? Is dat het stukje spiritualiteit of is dat de muziek in de café? Eigenlijk is het beide, maar kijk, in het café is de muziek voor mij, dat is ook een spiritualiteit natuurlijk, hè. Muziek door muziek mensen verbinden. Maar je zegt iets belangrijks, muziek is spiritualiteit. Muziek verbindt de mensen, dus dat is ook spiritualiteit. Dus dat betekent dat dat voor mij in het café belangrijk is. Maar als er maar weinig mensen in het café kunnen, dan kan ik die spiritualiteit en die passie niet dingen. En nou hoor ik eigenlijk gewoon een gemiddeld café. En dat voel ik zo niet dat ik dat moet doen. Dat hoort niet zo bij me. Jacques, heel bijzonder dat je ons jouw andere kant hebt durven te laten zien. Hè? Ik denk dat heel weinig mensen deze andere kant kijken, maar het siert je. Hè? Heel fijn dat we dat hebben mogen zien en mogen filmen. Ik dank je echt uit de grond van mijn hart dat je zo openhartig bent geweest. Dank je. Graag gedaan. Dank je wel. Na de ontmoeting met deze markante en veelzijdige man, onthouden we vooral de uitspraak van Jacques. We zijn allemaal kinderen van God.